R3's beleid in Nederland is meer gericht op kapitaal, meer gericht op solvabiliteit en opbouw van buffers de laatste tijd. Dat betekent dat we meer, dat we in het algemeen prudenter zijn geworden. Dat we nadrukkelijker nadenken over risico's in onze besluitvorming en ook de, hoe het kapitaal de risico's opeisen. De verzekeraars moeten leren werken met nieuwe kapitaalmodellen. Dus producten die vroeger minder kapitaal vroegen, vragen nu meer kapitaal. En misschien andersom. Dus verzekeraars moeten nadenken over de kapitaalseisen aan van bepaalde producten. En daarmee ook de pricing en de rendementen van die producten. Dat de nieuwe kapitaalseisen, de nieuwe risicowereld, betekent keuzes maken. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, zijn nu minder vanzelfsprekend. Dus bestaande patronen, bestaande denkrichtingen moet je doorbreken. Dat vereist leiderschap. Maar wij houden discipline hoog in het vaandel. We proberen voor onszelf heel expliciet te zijn in wat we besluiten en waarom. En voortdurend scherp te krijgen welke afweging we moeten maken. Dat betekent dat je soms gewoon keuzes maakt over pricing van producten, over voorwaarden van producten. Voor beleggingen die best pijnlijk zijn, die best pijn doen, die best stevig zijn. En de theorie zegt, nou wat ik zei, je drukt het maar uit in een getal. Alleen in de praktijk wegen andere factoren ook mee die je niet altijd kunt kwantificeren. Het grootste risico is dat je alleen maar stuurt op business cases. En dat je soms getallen gebruikt die ook niet even hard of even stabiel zijn. Dus we zeggen altijd, proberen te kwantificeren. Maar in je besluitvorming wegen hele andere zaken vaak ook mee, die je niet kunt kwantificeren. Risicobeleid zorgt ervoor dat je goede besluiten neemt. Dus dat je besluiten met het lange termijn in ogen neemt en daarmee ook je organisatie ook duurzamer en stabieler maakt. Wat wij doen is heel nadrukkelijk risicomanagement betrekken bij belangrijke besluiten. Hun visie vragen we, hun mening vragen we. En we zijn veel nadrukkelijker, proberen ook die mening te kwantificeren. Druk het maar uit in een getal, probeer het te objectiveren. Dan kun je daar het gesprek over hebben. Omdat risicomanagement voor verzekeraars op dit moment gewoon cruciaal belang is. Het is een onderscheidende factor voor de verzekeraars in dit moment en die voor de toekomst. Dus verzekeraars die risicomanagement goed georganiseerd hebben, hebben een concurrentievoordeel boven verzekeraars die het minder goed georganiseerd hebben. En daarom doe ik er aan mee. Ik doe er aan mee wat ik ook wil leren. Ik wil ook horen. Ik wil weten wat er speelt. En ik kan me voorstellen dat iedereen dat wil.